positief. Zo beoordeelt de politie de vandaag gehouden controle op de A76 vanuit Aken van buitenlandse vrachtwagens en hun chauffeurs. Ter hoogte van Hoensbroek werden ruim 130 buitenlandse vrachtwagens door motoren van de weg gehaald. En dat was niet zonder reden. Enige tijd geleden is hier op de nabij gelegen autosnelweg de A76 een aanrijding geweest waarbij een dronken vrachtwagenchauffeur uit Polen midden in de nacht dacht we moeten keren omdat hij een afslag had gemist. Daarbij zijn toch verschillende slachtoffers gevallen. En dit is dan de aanleiding geweest dat wij nou vanaf vanmorgen 6 uur hier op de controle staan. De vrachtwagens die op de A76 de grens over zijn richting Nut, die worden hier gecontroleerd. En dan controleren we voornamelijk op alcoholgebruik. Er werd gecontroleerd op de lading, de benodigde papieren en alcohol. De door de politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst gehouden controle kostte slechts 2 chauffeurs een boete. Eén kreeg een prent omdat hij met een behoorlijk kapotte voorruit reed en bij een ander waren de vergunningen niet in orde. Opvallend was volgens de politie ook het zeer up-to-date wagenpark van met name Poolse chauffeurs. Oké, bye.